Hallo Simmy Simmers en welkom bij weer een nieuwe video van The Sims 4. Vandaag deel 2 van het nieuwe accessoirespakket Wasgoed Accessoires. Zoals je kan zien heb ik alle spulletjes alvast neergezet die er zijn. Ik moet eerlijk zeggen, als je het zo in eerste opzicht bekijkt, is het best wel veel. Dit zijn natuurlijk alle standaard ruimtes. Maar we beginnen gewoon helemaal vooraan en dat is in dit geval bij mij aan de linkerkant. Ik heb de spulletjes deels bekeken natuurlijk, maar ik weet nog niet wat de kleurtjes en zo zijn. Dus dat gaan we nu allemaal mooi bekijken. We beginnen bij deze rieten stoel. Ik vind het echt een hele leuke stoel. Trouwens, dit hele setje van bank, normale stoel en dit sowieso hebben wij nog helemaal geen rieten meubels in de Sims zitten. Tenminste niet zoals dit. Dus ik ben wel heel erg benieuwd naar de kleurtjes. Zeker leuk. Ik moet ook eerlijk zeggen, als je dit zo in eerste oogopslag bekijkt, dan vind ik het wel echt een landelijke stijl hebben. En dat vind ik ook heel erg mooi. Wij hebben dat in huis deels. Want we hebben zeg maar het landelijke, dat is natuurlijk niet echt super modern of zo, maar wij hebben dat landelijke gecombineerd met modern, zeg maar op die manier. Ik moet trouwens zeggen, de kleurtjes vind ik heel erg leuk. We hebben een paar neutrale kleuren en wat vrolijke kleurtjes. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Ook wat pasteltinten zoals dit. Dat vind ik wel zelf het allermooiste, pasteltinten. En trouwens ook de normale kleuren zoals gewoon standaard wit of zwart. Want echt felle kleuren zoals, ja, wat zou ik zeggen, zoals dit. Dat gebruik ik niet super vaak, maar dit is natuurlijk wel een... meer een buitenmeubel, dus dan zou ik dat wel wat sneller doen. Je kan het natuurlijk ook wel binnen gebruiken, maar ik denk dat ik dit sneller buiten zou doen. Ik ga denk ik eerst naar rechts en dan ga ik de dingen aan de muur doen. Dit is een poef. Ook leuke kleurtjes. Deze vind ik dan wel weer wat meer voor binnen. Hoewel aan de andere kant, dit is natuurlijk wel echt mooi hout. En ik moet zeggen, ik ben zelf ook gek op hout. Ja, ook daarom natuurlijk deels bij ons in huis die landelijke inrichting. Want het is dus ook vooral hout. En dat vind ik heel erg mooi. De spullen hebben trouwens ook nog wel leuke namen. Vind ik bijvoorbeeld, als je deze kijkt, derrière poef. Even kijken. Oh, nou gaat alles door elkaar staan. We gaan dat even filteren. Op de back. Want ik vind het gewoon leuk altijd die namen. Om dat een beetje te laten zien. Geen idee waarom. Maar ik moet altijd de namen weten. Ja, derrière poef. En prullaria prul. Bijvoorbeeld die kast. En dan lontriet tweezitter. En bepaalde dingen hebben ook dezelfde naam. Maar dan weet ik even niet meer wat het nou precies was. Maar... ik vind op zich die namen er altijd wel goed bij passen. Daarom vind ik het gewoon even leuk om te laten zien. Deze tafel, die vind ik gewoon echt geweldig. Ik ga het even weer zo doen, dat vind ik makkelijker. En dan staat het natuurlijk niet in de weg. Deze tafel dus. Eindelijk gewoon een beetje een ronde tafel. Dat was even een hapering. Ik vind dat echt super mooi. En natuurlijk weer dezelfde kleurtjes. Maar overal laat ik natuurlijk de kleurtjes van zien. Ik vind de kleurencombi's ook echt wel mooi. Wat ik altijd wel fijn vind met een pakket, maakt niet uit wat voor pakket, is als die kleuren goed bij elkaar passen. Want stel nou, deze tafel heeft deze kleuren dus. En misschien hadden de meubels wel totaal andere kleuren. Bij mij moet dat meestal wel matchen. Dus dat vind ik altijd wel fijn dat ze dat doen. Dit vind ik ook een leuke tafel. Die lijkt een beetje op de salontafel die wij zelf hebben, alleen... bij ons is dan deze zijkant dicht en dan zitten de, is het verder bijna hetzelfde, alleen dan zitten hier bovenop van die, ja wat zou het zijn, aluminium, noem je dat, handgrepen en zo. Dus een beetje wat stoerder uiterlijk. Dus ja, ik vind deze daarom wel erg leuk. Deze drie kasten, die vind ik sowieso echt geweldig. En ook dit zou ik zelf wel in huis hebben neerzetten, maar dan in een andere kleur. Zoals dit bijvoorbeeld, of deze kleur. En ook hier weer
natuurlijk wat felle kleurtjes en wat neutrale kleuren. Deze vind ik wel het mooiste eigenlijk. Wat ik ook leuk vind, dat hier al spulletjes in staan, maar het is ook leuk dat je er ook zelf spulletjes bij in kan zetten. Zoals bijvoorbeeld bij deze kast. Ik vind dit wel een hele erg leuke kast, omdat het ook een beetje een kapstok is, zeg maar. Zie je hier ook wel. Ja, dan kun je ook wat leuke dingen bij opzetten. En dat is bij deze kast. Kun je ook heel veel inzetten en ophangen en doen. Dus dat is wel heel erg leuk. Er is trouwens in dit accessoirespakket geen nieuw vloerkleed en ook geen nieuwe muurbekleding. Helaas, maar het is een accessoirespakket, dus dat is te verwachten. Oh, deze roze is super schattig. En wat ook wel een leuk detail is in een aantal van deze spullen, is dat het zeg maar roestig oud is gemaakt. Zoals dit kistje hier. Dat komt straks ook weer terug in wastafels, maar goed, daar komen we zo. Ja, we moeten gewoon echt even alle kleuren doen. Ook altijd leuk dat dan de items die erin staan ook meteen andere kleurtjes krijgen. Echt, ik moet... Ja, echt, dit vind ik gewoon qua spulletjes echt ook zo goed passen bij dat van honden en katten. En gewoon echt helemaal mijn stijl. Dus ik denk wel dat dit mijn favoriete meubeltjes zijn met die van honden en katten. Ook zo leuk dat er zo'n oude kist onderin staat. En dan zo'n, ja, prularia bak. En dan hier, de volgende twee items. Die wasbakken dus. Dat vind ik nou dus zo leuk. Ze hebben zo'n hele oude look en dan heb je ze ook nog. Het komt dan dadelijk. Bij die andere. Want dit is vooral, ja, dit is dan hout en dit is dan, ja, ijzer of aluminium of iets. En ook weer leuk, de bak met... De toiletrol, de doek en de wasmiddel, die kleurt ook mee. Bij deze, dan ga ik het even laten zien, kijk. Zo heel roestig. Ik vind deze wasbakken echt super mooi passen in een kelder of in een schuur. Juist vanwege dat oude, die oude look en dat stoere uiterlijk. Vind ik wel echt daarbij passen. Dus hier ben ik heel erg blij mee. En dan het volgende, de deuren. Zoals ik al zei, deze passen heel erg mooi bij honden en katten. Want dan heb je ook, ja, een beetje diezelfde stijl. Ik vind het erg leuke deuren. Goede aanvulling, omdat het ook weer heel anders is. Ja, deze is, moet ik heel veel, ja, eigenlijk moet ik aan de binnenkant even kijken. Hier dus aan de binnenkant, hier zie je dat dit een andere deur is, want die heeft zo'n rolluik. Als het goed is, ja, krijgt hij dus wel af en toe een ander kleurtje. Trouwens, nu we toch hier binnen zijn. We hebben één nieuwe lamp. En dat is deze. Zo'n heel schattig perretje. Hij ging even weg. Zo kun je het beste zien. Ik vind dit echt zo'n ontzettend leuk perretje. In de tijd dat voordat dit accessoirespakket uitkwam, kon je natuurlijk ook meestemmen als mede simmer. En ik weet nog wel dat ik toen op deze lamp heb gestemd. In het begin heb ik niet meegedaan met stemmen. Dus dit was een beetje ergens in het midden, geloof ik. En dan het volgende item. Wat ik echt het meest mooie item vind ook. En dat is deze. Dat is dus het raam. Het heeft een heel apart. Ja, een aparte look. En ook gewoon qua, ja, hoe die gemaakt is. Dan moeten we weer even naar de binnenkant. Want kijk. Dit is zo'n heel dik raam. En dan kun je hier onderin kun je echt superleuk allemaal dingetjes opzetten. En zelfs hier nog, als je het zou willen, plantenbak neerhangen of zo. Natuurlijk met move objects on. En dan komen we alweer bij het volgende. En dat zijn de vloerkleden. Hier voor het raam. Dit is, ja, denk ik, touw. Zo ziet het er in ieder geval uit. Ik vind het op zich wel, ja, op zich wel een leuk kleed. Maar... Qua details, ik had dat touw misschien kleiner gemaakt of zo, dan had ik wat realistischer gevonden. Ik vind trouwens wel dat er ook wat leuke bohemian stijlachtige dingetjes tussen zitten, zoals onder andere dit vloerkleed. En ik zelf hou heel erg van bohemian, vooral dan in de kleding. Maar als ik kijk naar spullen, heb ik ook wel wat spulletjes in huis qua bohemian stijl. Maar vooral kleding en accessoires, dus daar ben ik ook wel heel blij mee.
En dan hebben we dit vloerkleed. Dat zal wel een rieten zijn waarschijnlijk. Beetje neutrale kleuren. Dat vind ik op zich wel fijn. Nog zo'nzelfde touwvloerkleed, maar dan rond. Er zijn trouwens best wel veel vloerkleden. En dan deze. Ik vind het ook wel erg leuk. Vooral deze. Een hele drukke. Ook weer dat bohemian stijl. En dat past trouwens ook wel... pakket ook alweer? Filmavond, geloof ik. Daar passen al die spulletjes ook wel bij. Dat is een beetje dezelfde stijl. Deze vind ik het allerleukst. Weet niet waarom, maar... Ik denk dat die vormpjes het doen. En nog een vloerkleed. Volgens mij is dit... tapijt of iets. Ik wil het even weten. Oh, een rubberen. Rubber, oké. Dat lijkt geen rubber. Deze vind ik ook heel erg leuk. Juist vanwege die franjes hier, want dat hebben we geloof ik nog niet. Of ik moet dat eventjes eroverheen kijken en me even niet herinneren. Ook leuk kleurtjes, leuk patroon. En dan hier hebben we alle drie die vloerkleden in één. Ik heb gehoord en ja, ook ergens volgens mij wel een keer gelezen dat het de bedoeling was van de Sims om alleen deze drie vloerkleden te geven in één. Maar goed, later hebben ze dus gelukkig bedacht om ze ook apart te doen. Dus bedankt daarvoor. Daar ben ik heel blij mee. En ik denk wel meer Simmers, misschien wel alle Simmers, dat die daar ook blij mee zijn. Volgende vind ik altijd een van de leukste dingen om te laten zien. De planten. Want ik ben gek op planten en bloemen. Deze vind ik echt super schattig. Het is meer zo'n... Ja, ik weet niet. Dit vind ik wel passen bij zo'n schildershoekje. Sowieso in de Sims. Maar als ik dit in het echte leven zou hebben bij mijn schildershoekje, dan zou ik daar ook wel heel blij mee zijn. Oh, daar was het. Ik denk al, waar zijn mijn kleurtjes gebleven? Die waren een beetje hoger dan verwacht. Ook leuke kleurencombi's. Ja, ik vind dit echt leuk. Stel nou dat ik boven dus heb ik mijn schildersezel. Dan zou ik dit wel echt gezellig en inspirerend vinden om ernaast te hebben. Dit is best wel een grote plantenbak. Tenminste, de bak is ook wel groot. Maar de planten zijn ook groot. Want dit zijn natuurlijk van die vetplantjes. En naar mijn idee horen die dingen niet zo groot te zijn. Maar ik vind ze wel leuk. Zelf zou ik hem verkleinen. Zou dat even doen. Kijk, dit was wat mij betreft een betere grootte geweest. Ik laat hem ook even zo. Maar ik vind hem wel super leuk. Van dit accessoirespakketje is dit mijn favoriete plant. Daar ging ik even de mis in. Dit vind ik echt super mooi. Het lijkt een beetje op een bonsai. Het is het niet, maar qua idee door die bak ook. Is trouwens ook wel een hele leuke bak. Oh, deze vind ik wel het mooist. Erg leuk. Ook leuk dat de plant zelf qua kleur verandert. Even een beetje beter praten. Dit is ook leuk. Echt een bakje voor buiten. Ook leuk met dit zo. Ja, superleuke kleuren. En dan de muurspulletjes. Natuurlijk moet een strijkplank niet ontbreken. Dus die hebben we hier als eerst los. Oh, deze is leuk. Met die bloemetjes. Leuke kleurtjes en patroontjes. Dit hebben we bij elkaar. Dus zo'n rekje met handdoekjes. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit rekje echt heel erg mooi vind passen in een spa of iets. En dat past dus ook bij dat pakket, vind ik wel. Even kijken, dit is zo'n wasrekje voor je was, om dat met de hand te doen. Zijn dezelfde kleuren, maar dan wel erg leuk in elkaar gezet. Hier hebben we dat rekje los. Ja, ik zou dit echt wel gebruiken voor een spa. Vind ik er wel goed bij passen. Deze krans, die vind ik echt super leuk, want dat hebben we dus ook verder nog niet echt in het spel. Ook vind ik hier weer de krans best wel groot. En die bloemetjes dus ook. Dus ook zou ik deze kleiner maken. Dit vind ik trouwens de leukste, mooiste kleurencombi.
Normaal ben ik niet zo van roze hoor, maar roze met wit vind ik dan wel mooi. We pakken die ook even. En dan zal ik hem even verkleinen zodat je ziet wat ik bedoel. Misschien zelfs nog kleiner. Oké, dat vind ik gewoon wat leuker. Dat vind ik beter qua verhouding. Nou, dit kan natuurlijk ook niet ontbreken en zeker super handig in een schuur of een kelder. Een bezem en een blik dus, alleen mist wel de stoffen wat mij betreft. Hier los het handwasrek, twee kleuren, is ook niet zo heel bijzonder, want je hoeft er maar op te wassen. Hier een kruidenrek met pepers, knoflook en een of andere bloem en het andere weet ik ook niet wat het is. Alleen uiteraard, uiteraard verwacht je wel dat alleen het plaatje van kleur verandert. Had natuurlijk wel gekund dat ik dit ook veranderde. En dan het volgende. Twee superleuke muurplanken, wanden, wandschappen. Deze is iets luxer zeg maar dan deze. Ook weer superleuk met al die spulletjes erop. En ook leuke kleuren. Waarom wilde je die niet pakken? Oh, dat is gek. Dat gebeurt normaal niet. Wat ik ook aan deze zo leuk vind, dat gewoon die kledinghangers te aanhangen. En dan zo'n leuk schattig plantje erop. En ook hier weer kun je natuurlijk zelf ook wat opzetten. Wat ik heel fijn vind. En dan het volgende. Naast mijn favoriet raam is dit ook mijn favoriet. Juist omdat je hier wel mooi zelf wat op kan zetten. Ja, het zijn gewoon schapjes met wat manden aan de muur. Vind ik wel heel erg leuk. En ook deze kun je weer leuk vergroten. Ja, vergroten. Ja, misschien dat niet. Maar verkleinen, ik weet niet. Verkleinen vind ik leuker of zo. Dus die kun je ook mooi verkleinen. En dan natuurlijk het belangrijkste. Hier, oh. De wasmachine. Want daar gaat het natuurlijk om. En de droger. En de wasmachine droger combi. Kleurtjes, uiteraard belangrijk. Nou, dit is dan de wasmachine en dit de droger. Zitten wel leuke kleurtjes bij. Zelf zou ik in het echt nooit een gekleurde wasmachine of droger willen. Hoewel ik natuurlijk wel, eigenlijk maak het niet eens uit qua droger. Want ik heb geen eens een droger, dus als ik er maar eentje had. En dat wil ik ook heel graag. Maar dat is best wel duur, vooral in verbruik. Kijk, zoals je ziet zijn alle kleurtjes qua icoon Hero hetzelfde, behalve deze. Want hier, ja, ik zet hem er even op, hier kun je een muntje in doen. In principe, dus je kan hem ook als openbare kavel, dat je dan een wasserette maakt. Dat is ook mijn bedoeling, ik ga daar nog een speedbeeld van maken binnenkort. Dat vind ik wel heel erg leuk, dat was mijn allereerste idee toen dit accessoirespakket bijna uitkwam, dacht ik, ja, als het kan, ga ik een wasserette maken. Dus dat vind ik wel heel leuk. Nou, de droger die komt uiteraard in dezelfde kleurtjes. En dan heb je nog die droger en wasmachine combinatie. Nou, ik wil even wat laten zien. Kijk, wat ik raar vind qua kleur, zit daar dus verschil in. En dat vind ik best wel vreemd. En ook eigenlijk best wel irritant. Maar de kleurtjes zijn wel bijna hetzelfde. Maar ik had het fijner gevonden als dat precies hetzelfde was. Maar goed, dat is dus niet zo. Ja, dit maakt niet uit. Het is gewoon hetzelfde. En ook weer hier, dat ik een muntje erin kan doen. Is niet voor de droger, alleen voor de wasmachine trouwens. En dan hier, ouderwets handwassen. Mij niet gezien, liever niet. Maar in de Sims wel leuk om een keer te proberen. Ook in wat verschillende kleurtjes. Leuk dat die bak ook best wel oud is, zo'n oude look. En dan hier, de echt werkende wasmanden. Want die andere wasmand die we al hadden, die werkt niet voor dit pakket. Tenminste, dat heb ik al bij iemand anders gezien. Verder heb ik de gameplay ook nog niet uitgeprobeerd. Dat gaan we uiteraard straks ook nog doen aan het eind. Drie leuke wasmanden. Ik zeg leuk omdat ze er best wel leuk uitzien, vind ik. Gewoon een standaard rieten mand. Ik heb zelf ook een rieten mand. Gewoon heel saai in het zwart. Maar hier zit dus zo'n doek bij in. Bij alle drie. En die zien er echt super vies uit.
En dat is ook een van de redenen waarom ik in mijn wasmand niet weer een, ja, zo'n ding doe, want dat is vies en dat stinkt en niet erg makkelijk schoon te maken. Mag je die dus ook de hele tijd gaan wassen. Nou, dan hebben we hier een plastic wasmand. Ook handig, nog handiger dan riet natuurlijk. Ik denk dat dit ook nog wel plastic zou zijn, maar door die gaatjes is het ook onhandig. Maar goed, het is de Sims, dus maakt het niet uit. En dit is denk ik gewoon een stoffenmand. Vind ik persoonlijk wel, ja, zeg ik het, ja, mooiste, ja, wel mooiste mand. En dan hier een paar, ja, denk gewoon een wasmanden, normale mandjes op elkaar gestapeld. Waar je dus dan je was mee kan vervoeren. Ik denk zogenaamd, ik denk niet dat het echt kan. Nee, lijkt me niet. Maar, dan gaan we weer met verkleinen. Als je die verkleint, dan heb je, dat is wel heel klein, heb je natuurlijk echt vet schattige decoratiemandjes. Ergens voor op een schap of zo. Bijvoorbeeld, gaan we gewoon even doen. Bijvoorbeeld hierin, dan drukken we gewoon even, oh. Dat doet hij bij mij altijd bij die 9. Nou ja, dan moet dan maar even. Als iemand daar een oplossing voor heeft, dan graag, maar goed. We zetten hem hier neer, bijvoorbeeld. Kijk, en dan heb je leuke mandjes ter decoratie. Wel even een beetje in de kleur van de kast. Dat is wel leuk. Nou ja, deze vind ik wel passen. Toch hartstikke leuk. En dan hier het volgende en ook het laatste qua spulletjes. De bekende waslijn, gewoon voor buiten. Ik kan hem natuurlijk ook binnen neerzetten, niet erg praktisch, maar wel super handig dus als je geen droger hebt. Zoals ik, alleen hebben wij ook niet zo'n waslijn voor buiten, want we hebben gewoon allemaal kleine wasrekjes voor binnen. Maar we gaan nog wel zo'n droogmolen voor buiten een keer kopen. Dan hoeven we tenminste niet 3 à 4 dagen te wachten tot het droog is. Tenzij je natuurlijk de verwarming aanzet. Maar goed, dat is dus niet geheel onbelangrijk, zo'n waslijn. En daar haperde die weer even. Ja, even checken. Ja, dat waren wel alle spulletjes. Ik vind het voor een accessoirespakket nogmaals best wel veel. En echt hele mooie spulletjes. En natuurlijk helemaal in mijn stijl. Bohemian met landelijk. Dus helemaal goed. En dan hebben we nog een paar standaard ruimtes. Die heb ik ook al neergezet. We hebben hier. Ik ga even 1, 2, 3. Dat vind ik makkelijker. Oh, doe ik het nou juist verkeerd? Ja, dus. Oh, wat staat die maf? Die ga ik even normaal neerzetten. Nou, dit is dus een van de standaard ruimtes. Ik denk dat dit een kelder moet voorstellen. Maar dan is het de muren en de vloer gedaan zoals in een badkamer. Ja, ik denk dat ik een washok zelf als bijkeuken zou doen. Of in een kelder. Want een schuur, ja, dat zit meestal niet. Tenminste, bij ons vaak niet. Bij de rijtjeshuizen niet aan je huis vast. Maar dan moet je dus helemaal naar buiten voor je was. Dus ik zou het dan als bijkeuken doen. Of in de kelder. Ik vind ze op zich best wel leuk ingericht. Deze iets saaier, maar op zich kan het wel. Komt ook nog in andere kleuren, maar dat laat ik zo even zien. Hier een leuk, groter, vrolijk washok. Vind ik echt een leuk washok dit. Is ook natuurlijk meer te zien. Die schappen zijn echt super handig natuurlijk voor al je wasmiddel en andere prullaria wat je er allemaal bij kan bedenken. En dan hebben we nog deze kant, een mooie strijkplank en een strijkijzerwas. Hier dus, die kun je geloof ik niet gebruiken, maar nee, lijkt me niet. Maar dat gaan we wel zien straks met de gameplay. Hier een super, super gezellig terrasje buiten, of je tuin. Echt een standaard tuintje is dit van in een rijtjeswoning. Het ziet er ook wel een beetje uit zoals bij ons, moet ik eerlijk zeggen. Dat is ook echt zo vierkant, rechthoekachtig. Dit is echt super gezellig, vind ik. En trouwens, qua derde leukste item is dat toch echt wel deze kazenschaal. Want ja, dat ronde, dat hebben we nog niet echt. Zoiets hebben we gewoon niet. En misschien is dat wel de reden dat ik dit het leukste vind. En ik heb sowieso iets met kaasjes, dus ja, dat is wel echt mijn ding. En dan hebben we nog een leuk, schattig, ja, beetje modern met oud ingericht woonkamertje. Want dit vind ik wel echt moderne kleuren en dan
Ja, die muur is echt ouderwets. Ik vind dat niet echt bij elkaar passen, maar oké. Maakt niet uit. Zo heeft de Sims het eenmaal gemaakt. Wel handig dat er standaardruimtes zijn, dat sowieso wel. Als je echt geen zin hebt om te bouwen, dan is dat wel super makkelijk. Maar ik gebruik zelf, om eerlijk te zijn, die standaardruimtes nooit. Tenzij dat ik even wat moet testen. Zoals bijvoorbeeld in deze review, want dan ga ik deze ruimtes wel gebruiken. Nou, hier heb je dus die kast wat ik meer een kapstok vind en eerder in de hal zou hangen. Moet ik ook zeggen dat deze open haard, die past er wel goed bij. Maar het is wel gezellig. Deze inrichting en deze stijl geeft gewoon echt een super gezellig iets, vind ik. Dan zou ik even de standaardruimte de andere kleuren laten zien. Is ook niet onbelangrijk natuurlijk. Kijk, we hadden deze. Deze bedoel ik. Sorry, ik kom door die muur. En dan heb je dus nog deze. In het groen, een beetje mannelijke stijl zou ik het eerder noemen. En dan deze in nog wat vrolijke kleurtjes. Dan de buitenruimte. In het roze, heel gezellig. Meisjes, vrouwelijk. En dan deze hadden we al. Ja, een beetje wat standaard kleurtjes. Tenminste, dat is gewoon normaal. Zo noem ik het dan maar. Dit kleine washokje. Ook gezellig. In het roze met geel, een beetje vrolijke. En deze, die is mooi in het blauw en geel. En dan hebben we hier het vrolijke washok, wat ook nog in andere kleuren komt. Dit is wat neutrale, beetje pasteltinten. Wel verschillende kleuren. En dan hebben we nog eentje die ook wat meer standaard neutrale kleur is ingericht. Op zich, wat ik al zei, leuke ruimtes, maar zou ik zelf niet gebruiken. Ja, dan zitten we qua nieuwe items dus aan het einde. Ik vind het nogmaals echt super, super, super leuk. Ik ben ook heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Laat het me ook weten onder de video in de comments. En dan gaan we zo verder met de gameplay. Zo, ik ben weer terug. In de tussentijd ben ik toch gaan bouwen. Ik denk, ik zet die standaard dingen even neer. En dan doe ik alleen eventjes de kleurtjes veranderen. Dat heb ik bij deze twee ook wel gedaan. Maar goed, hier dus niet in de tuin. Even een klein stukje laat ik zien, want ik ga hier nog mee verder bouwen. En dan maak ik er later een korte rondleiding van. Of een normale rondleiding. Ligt eraan hoe groot het wordt ook. En dit zo. Dus tot nu toe heb ik dat gemaakt. Maar uiteraard gaat dit over de gameplay. Dus wij gaan zo daarmee beginnen. En dat doen we met mijn sim die ik in het eerste deel van de review heb gemaakt. En die staat ergens naar te kijken. Kan het niet ook zien, maar het zal wel. Joehoe! Lindsay! Oh, oké, ze is aan het knikken. Nou ja, whatever. We gaan met de was aan de slag. Nou, dan gaan we natuurlijk als eerst een outfit wijzigen. Anders gaat... Outfit wijzigen. Nou, daarin. En dan doen we nog maar in je sportkleding. En nog een keer wijzigen in je... Wat zullen we doen? In de party. En dan zit dat in de was. Zit niet in die wasmand. Oké, dat is vreemd. Dan zou ik dus ergens nog een wasmand moeten hebben. Maar dat is niet zo. Lopen. Outfit wijzigen. Hier naartoe. Oh. Oké, ze moest dus eerst hier binnen staan en toen pas gebeurde er iets. Oké, dan kun je dat dus blijkbaar niet buiten je kavel of buiten je huis doen. Nu weten we dat ook weer. Als eerst doen we natuurlijk de was doen. In wasstoppen wassen of wasmachine. We doen wasmachine. Ik ben benieuwd wat er dan gaat gebeuren. Was goed wassen. Kon geen wasverzachter toevoegen? Nee.
wasmiddel, whatever. Ja, toen stond het aan. Nou, maar even op de telefoon kijken dan. Wat kunnen we dan? Ja, ze kan naar de was kijken. Hé, hey, nou, dat is interessant, zeg. nou zit er dus geen was meer in. Ik hoopte van wel. Misschien als we nog even een outfit wijzigen. Nou, hier naartoe. Nog een keer wijzigen hier naartoe. En dan zakken doorzoeken. Ga dat maar even doen. Misschien vindt ze nog wat geld of iets. De was beweegt wel. Dat is wel mooi. Dat was gewoon dat je dat... Oh, $12. Of simmelend. Ook goed. De was doen. In wasstoppen wassen kan dus nu alleen... Oh, het was klaar. Nou ja. Ga eerst maar in de wasstoppen doen. Dan zien we dat ook. Zo, hallo. Plomp. Hele zak erbij in. Zo, nou. Ze is er nou al moe van. Net 3 seconden gedaan. ja, ze kan het wegleggen. Of uitladen en aan waslijn hangen of in het droge leggen. Nou, laten we nog maar even verder wassen. Want misschien is het wel helemaal niet vies. Of schoon. Ja, tuurlijk. Misschien is het niet vies. Oh, ze is klaar. Aan de waslijn hangen. Ja, ben je nou wel klaar met wassen? Jezus man, wat maak je er een bende van? Jongen. Niet normaal. Nou, stop maar met wassen. Oh, liefdefestival is in de stad. Zo, dat is vies. Maar hang eens. Oh, er komen sprankeltjes van. Ik wil ook echt zo de was kunnen ophangen. Pop, 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 pop. Pop, pop, pop. Nou ja, zeg. Ja, zo kan ik ook de was doen, hè. Zo wil ik het ook wel doen. Nou, vervang jij het water maar eens even, want dit slaat echt nergens op. En hoe ga je dat doen? Oh, oké. Okay. Nou, dwel dit maar op. Dat was apart. En snel. Heel vreemd. Heel vreemd. Maar die was dus klaar. Dus we gaan het verplaatsen naar de droger. In een droger leggen. Er is maar één droger. Ben je al klaar met dweilen? Wacht er nog wel even hoor. Hij hapert nog steeds bij elke beweging. Ik heb niks anders aanstaan. Nou, ben je nou al klaar met dweilen? Hou maar op. Even gestopt met dweilen. Er waren zoveel vlekken. Nog gaat hij in de droger doen, toch? Ik vind het wel makkelijk als je de was eruit haalt dat het dan in de zak komt. En dan doe je het er weer in en is het weer... Oké. Okay. Hallo? Je moet het wel drogen, niet weer op je telefoon zitten. Sims van tegenwoordig. Oh, iemand heeft wat van mij gedownload. Modderkossel. Nou, dan staat hij aan. 2 knopjes staan aan. Oké. Okay. Wat zit ze toch steeds op die telefoon? Deze kleding is zo te zien nog nat. Dus ja, we wachten gewoon dus tot het uitgedruppeld is. Want als dan legt ze het weg en dan is nog niks. En het wordt dus donker. Gezellig met die kaarsjes. We gaan zo meteen ook even testen. Hoe dat nou werkt met die twee... Nou, lekker draaien zo weer. Met die dubbele wasmachine en drogen. Of je dat ook andersom kan gebruiken. En of je het kan gebruiken met CC. Dus ik heb genoeg CC. Maar dan moet ik het alleen even aanzetten. Want normaal gesproken zet ik dat
sowieso met mijn reviews uit. En als ik dan dus niet bouw met CC, zet ik er natuurlijk ook uit. Maar ik heb het meestal niet aan. Dan wel. Ik gebruik het wel vaak voor sims maken, maar... Ja, met bouwen minder. Omdat dan, weet je, ik kan het wel doen. Ik vind het ook leuk. Maar dan kan niemand het downloaden. Tenzij dat ze ook al die CC downloaden natuurlijk. Het is inmiddels echt heel diep in de avond. Ze slaapt, dus die was dus nog niet droog. Dus ik ga zo even verder spelen en dan kijken wanneer die was. Tuurlijk, wanneer die was droog is. Gaan we dat ophangen en dan ga ik dus dat andere testen en die CC. Zo, ik was er weer. Inmiddels heeft ze de was er al uitgehaald. Het ging wat sneller dan gedacht. Maar je kan dus zien of het schoon is, droog en dat soort dingen. Nou, schoonheid schoon. Droogheid droog en warm. Opgevouwen kleding. Nou zag ik net, toen ik nieuwe was wou doen, dat ze de pluizenfilter schoon kan maken. En ja, het schijnt dus ook zo te... Ik zal het even tot haar laten doen. Het schijnt dus ook zo te zijn dat je natuurlijk... Ja, je kan geëlektrocuteerd worden via de wasmachine. Of er kan brand komen. Ja, dan kunnen je sims natuurlijk doodgaan. Dus dat is een optie. En eigenlijk wil ik dat wel een keertje zien gebeuren. Maar dan moet je dus echt wel heel veel wasjes gaan draaien. En daar ga ik in deze review niet mee aan de gang. Maar ik wil het zeker nog een keertje zien. Ja, verbeteren kan dus ook. Ja, nu niet, want dan moet je hogerop zijn. Ja, niveau 6 voor fluisterstil. Snelheidscyclus niveau 7. Niveau 5 voor voorweken, wasmiddel, laden niveau 6. En wondentrommel niveau 8. Dus dat duurt ook nog wel even. Maar dat kun je dus ook allemaal doen. Even kijken, zal ik dus de was doen... In wasmachine leggen. Ik wil nog even zien hoe dat gaat als je de kleding eruit haalt en het dan op de grond legt. Het is ook zo als je sim een slons is en je doet dan je kleding wijzigen. Dan gaat het niet in de wasmand, maar dan gooit hij het gewoon op de grond. Maar dan kun je het natuurlijk naar de wasmand brengen of direct in de wasmachine doen. Dus dat is ook een optie. Nou, dan gaat ze natuurlijk weer wachten. En ik ga zo ook even testen met die wasmachines die op elkaar staan. Of je ze ook andersom kan zetten. Dus de wasmachine op de droger. En of ze dan werken. Ik denk het niet. En dan ook met de cheat zou ik het even proberen. Maar ik denk ook niet dat dat kan. En volgens mij kun je nog meer met de was. Als je testing cheats doet. Volgens mij heb ik die al ingevoerd. En als je dan rechter muisknop doet. Nee, shift... Ja, daar heb ik nog geen testing cheats ingevoerd, denk ik. Tribna. Even proberen. Testing cheats true. Even kijken. Ja, normaal gesproken dan rechter muisknop en dan zou die het moeten doen. Maar misschien kan dat alleen met een natte was en vieze was. Dus dit leggen we dan gewoon weg. Opbergen en dan 1, 2. Poef! En weg is het. Ik vind het jammer dat ze het dan niet naar een kast brengen, naar kledingkast of zo. Maar goed, is op zich niet erg. Zo kan het ook. Voordat het in het echt zo was. Nou, hier zijn de droge wascombinatie. En dan zetten we deze even weg. Oh, dan gaat die omhoog staan. Dat is ook lekker apart. Komt natuurlijk omdat ik de cheat aan heb staan. Ja, je kan het dus op elkaar zetten als je de cheat aan hebt. Ik zag net, als je hem niet aan hebt, kunnen ze niet op elkaar. En dan ben ik wel benieuwd of die het doet. Dus dan moeten we uiteraard weer een wasje erin doen. Ik hoop dat er iets vies is, want anders kunnen we niet wassen. De was doen. Ja... Kan dus niet. Niet in de wasmachine, niet in de droger. Dus die combinatie van andersom, die werkt niet. En dan gaan we zo ook even testen van de CC. Maar eerst wil ik dus weten, als we dadelijk een wasje hebben gedraaid, of we dan nog meer opties hebben met de testing cheats. Nou, ik ben weer terug. Het is inmiddels ook de volgende dag. Ik heb weer een nieuw wasje gedraaid. Ook de was buiten, die is nu droog. Maar ik wou dus even eerst... Dat dingetje laten zien van de cheat.
Want eerst deed hij het niet, maar dat kwam. Normaal moet je rechter muisknop doen, maar dat doet hij niet, omdat ik dus deze Sync 3 camera aan heb staan, zoals je ziet. Dus ik moet dan shift erbij indrukken en dan kan ik dat laten zien. Maar ik zal eerst eventjes de was gaan ophalen, omdat die natuurlijk nog droog is. Wat gaat ze doen? Oh, in de keuken bezig. Ja, ik had inmiddels even een keuken en slaapkamer en zo erbij gebouwd, want het ging niet helemaal goed met mijn sim, dus niet echt handig natuurlijk. Nou, de was is dus droog. Ziet er wel mooi uit, moet ik zeggen. Dus we gaan was goed opvouwen. Oh, wacht, wat stond er nou? Schoonheid vies. Oké, dat is raar, want ik heb hem in de wasmachine gehad. Oh, als ze doen dat niet. Oh, dat is mooi. Gaat wel redelijk realistisch. Dat ze wel nog wat één voor één, zeg maar, pakt en niet in één keer poef het hele ding weg is. Hoewel de laatste natuurlijk wel poef en het was is weg. Maar redelijk realistisch. Ik vind het wel raar echt dat het vies was. Misschien heb ik te lang gewacht, want we zijn alweer een paar uur verder. Dus ik denk dat dat het is. Even pauze. Anders gaat ze dadelijk weer verder. Het is trouwens ook zo. Dat heb ik ook al even getest met de andere was. Het is wel zo dat steeds dezelfde kleur wasgoed eraan hangt, zeg maar. Of dezelfde soort ook. Dus dat verandert niet. Zowel ik al bang voor was, ze heeft deze was inmiddels ook al weggedaan. Terwijl ik net die command center wou uitproberen. Dat is niet handig. Misschien kan ik het hierop doen. Elke keer als ik het wil doen, dan lukt het niet. Ja, ik kan mijn voorwerp herstellen. Ja. Is trouwens nog steeds nat. Ze heeft net dus die was die hier lag, heeft ze alweer hier gedaan. Dus ik ga alweer opnieuw een wasje draaien en dan kijken of het lukt. Maar wat trouwens ook kan met met de cheat. Dus als je shift drukt en dan hierop, kun je dus ook voorwerp inderdaad herstellen of vernielen. Dus ik ga deze nou even vernielen, kijken wat er gebeurt. Oh dear. Nou, dat is de wasmachine. Oh jezus, heel kwaad. Dan zegt ze: kletsnatte kleren. Ongelukje wasmachine. Tja. Erin stampen. Ga er eens in stampen. Oh mijn god. Even kijken, wat kun je dan doen? Dan kun je hem vervangen voor 250. Ja, al wel. Ja, oké. Okay. Je kan een reparatiedienst inhuren. Sanitair repareren. Ze gaat dweilen. Dat zou ik ook als eerste doen trouwens. Je kan ook herstellen. Oh, dat werkt niet meer. Oh, nou als je hem kapot hebt gemaakt, kun je hem dus niet meer maken. Dus we gaan hem gewoon vervangen. Nou, dan kan ze mooi gaan dweilen. Dan gaan we nog een keer de was doen. Oh. Oh, ze heeft net die schone was. Dus die hierin gedaan is. Kunnen we alsnog aan de waslijn hangen? Kijken wat ermee gaat gebeuren. En als dat dan droog is, dan zal ik zo even een nieuw wasje draaien. En dan zou ik dat van de debug laten zien. Of de debug. Ja, trouwens, komt dat daar net debug stond. Die cheat laten zien wat je er verder nog meer mee kan. Nou, daar gaat ze weer. Ik denk dat dit wel droog of schoon is, bedoel ik. Even kijken. Oh, dat kan nu natuurlijk niet. Nou, we gaan het later wel zien of het schoon is. Want ze heeft dus, wat ik net al zei, in die wasmachine gehad. Dan ben ik heel benieuwd of het dan wel schoon is dadelijk. Het zag er wel schoon uit. Want er kwamen wat van die sprankelende sterretjes vanaf natuurlijk. En zoals je kan zien, heeft ze ook nu CC-kleding aan. Dus dat gaan we ook testen. Zou ik nou even doen. Ze is echt niet blij. Even kijken. Dan gaan we dus outfits wijzigen. Hop. Nou, die dagelijkse outfit gaat dus in de wasmachine. Die CC. Kijken of we het kunnen wassen. We kunnen dus CC-kleding wassen. Dat vind ik wel heel erg fijn. Ja, dat is wel mooi. Even kijken. Ja, ze gaat het even uitladen, verplaatsen. Nee, dat gaat niet. Was wegleggen. En dan kan ik kijken hoe dat gaat met die cheats. Dan is het dus helaas nog niet gewassen. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik snap alleen niet waarom ze het elke keer zo snel weglegt. Dus daarom kan ik dat normaal niet laten zien. Kijken of ik het via de pauze kan laten zien. Ja.
Nou, ik kan dus, wat ik net ook al zei, herstellen. Dus je kan die wasmand herstellen, wasmachine en waarschijnlijk de droger ook. Ik zag ook al dat je sanitair kan herstellen, want dat is natuurlijk altijd met de cheat. Maar hier dus, wat nieuw is, is wasgoedstatus instellen. Gaan we even kijken wat er allemaal bij je staat. Schoonheidscheat, vies. Schoonheidscheat, smerig. Geurcheat, smerig. Geurcheat, lekker ruikend. Droogheidscheat, warm. Oh, warm, dat kan ook nog. Droogheidscheat 3, droog. Droogheidscheat 2, vochtig. En droogheidscheat 1, kletsnat. Ook meer keuzes. Schoonheidscheat 3, gebruikt. 4, schoon. 5, brandschoon. Nog meer keuzes. Oh, dat is weer het oude. Nou, dat zijn dus alle keuzes die je hebt. Je kan dus ook lekker laten ruiken. Dus als we het nou eventjes droogheid warm doen. Moet je dat wel eventjes gaan doen. Goed is het nou dus warm. Wasgoedstatus, lekker ruikend. Oh, kijk. Er komen er vlindertjes vanaf. Nou, ruikt hij dus lekker. Dan doen we eventjes smerig. Gebeurde het nou wel? Oh ja, hier. Och, kijk. Er komen allemaal vliegen vanaf. Gaffe. Even kijken wat er gebeurt. Even stap. Oh, ze gaat het weer wegdoen. Nou, waarom doe je dat elke keer? Dat vind ik dan wel irritant, dat ze dat uit zichzelf even opnieuw wegleggen. Kom op. Je bent heel vervelend aan het doen. Ik wil het even uitleggen en elke keer ga je het wegdoen. Dan doe ik hem wel elke keer op pauze. Ik zag dus een vlieg. Kijk, daar. Die vliegen er dus omheen. Of vlindertjes als het lekker ruikt. Status. Wat gaan we doen? Schoonheid, ja, vies. Meer keuzes. Gebruikt. Ja, dan krijgen we dus ook nog steeds vliegen eromheen. Dan doen we eventjes kletsnat. Kijk, dan wordt het mooi. Ja, nou ja, mooi. Dan wordt het dus nat. En dan kun je dat ook weer. Dus vies kletsnat, schoon kletsnat, schoon droog. Dat kun je dus allemaal nog kiezen met de cheat. Dat is dus testing cheats true. En als je die weer uit kan doen en wil doen, dan is het natuurlijk testing cheats false. Dus, oh ja, of. Dat kan trouwens ook, tenminste, dat werkt bij mij wel. Ja, dat kun je dus allemaal ermee doen. Dit werkt dus en de CC-kleding wassen werkt dus ook. Kijk of die was al droog is. Die is dus nog steeds niet droog. Daar gaan we weer even op wachten en dan kunnen we even kijken of nou het dadelijk schoon is of niet sinds ze het weer in de wasmand terug had gedaan. Maar ik denk wel dat het gewoon schoon is. Zo, de was die is inmiddels droog. Het is midden in de nacht. Het is iets over 1:30. Ze is nog even naar de club geweest. Even met een paar vrienden. En ja, het duurt dus een aantal uur tot een dag dat dus de was droog is. Gaan we even kijken of het schoon is. Even kijken. Het is brandschoon en droog. Dus je moet het inderdaad wel op tijd eraf halen. Anders is het dus weer vies. En het is dus nu ook zo dat als je het nat in de wasmand weer teruglegt, dat het dus schoon blijft als het al schoon is. Nou, wat is het dan in het kort? In het kort is het dat, ja, wat ik dus net vertelde over die was en dat CC-kleren dus ook gewassen kunnen worden, dat de wasmachines op elkaar, niet andersom op elkaar, of de wasmachine, sorry, dat de wasmachine en de droger dus niet andersom op elkaar kan om het werkend te hebben, maar je kan het wel doen, maar ja, dus niet werkend. En je kan het ook op een openbare kavel zetten en dan een wasserette, zogenaamd, zeg maar, hebben. Hij kan dus kapot en dan zie je dus een hele schuim gebeuren en water gebeuren hier al. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik het best wel gedetailleerd vind wat je kan. Ik bedoel ook als je naar die verbeteringen kijkt, wat dan nu nog niet kan. Verbetering is ook niet mogelijk als er nog wasgoed in zit. Nou, dan weten we dat ook weer. Wat ik nu ook weet via iemand anders is dat de kinderen, tieners, ook de was kunnen doen. Dus dat is ook wel leuk.
Ja, wat ik al zei, ik vind dat het best wel gedetailleerd is, gewoon met wat je kan. Het is niet zo, ik dacht eerst, als ze dan de was gaan doen, dan pof, dan proppen ze het erin en boem, het is klaar. Dus gelukkig is het best wel gedetailleerd. Ik vind het ook wel leuk en het schijnt dus ook zo te zijn dat je dan, als je de was gaat doen, dat dat nog wel, ja, hoe zeg je dat, dat het niet super regelmatig hoeft. Het zal in principe voor één sim. Voor één keer in de week zou het voldoende moeten zijn. Nou, je sim die kan dus wel, wat ik al eerder zei, in brand vliegen of geëlektrocuteerd worden. Dat zullen we vast nog wel in een aflevering gaan doen. Want ik ga binnenkort dus ook afleveringen maken. En dat ga ik sowieso met Lindsay doen. Ook omdat ik een huis ga bouwen voor haar. Waar ik dus deze tuin in ieder geval gebruik. Die ga ik nog uitgebreiden. Huis voor haar maken, dan komt daar eerst een rondleiding van. En daarna ga ik dus met haar spelen. En waarschijnlijk krijgt ze dan later ook nog wel een huisgenoot. Maar goed, dat is allemaal later. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het qua gameplay gewoon ja, wel erg goed vind. Ook sowieso de spulletjes heb ik al eerder gezegd. Vind ik super mooi. En ja, het is wel echt mijn dingetje qua meubels en zo. En dat is ook de hoofdreden eigenlijk dat ik deze uitbreiding heb gekocht. Vanwege de meubels. Want voor de was zou ik het nog niet zozeer hebben gedaan. Maar ja, aan de andere kant ook weer wel. Want je wilt, tenminste, ik wil alle packs hebben. Wat het ook is. Ook al vind ik het niet eens leuk, wil ik het nog hebben. Om het sowieso compleet te hebben. En omdat meestal de meubels wel erg leuk zijn. En dat het ook weer een nieuwe toevoeging is tot bouwen. En ik dus echt een bouwer ben. En dat altijd wel leuk is. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd wat jij van dit pakket vindt en of je hem gaat kopen of dat je hem al hebt gekocht en wat je daarvan vindt nu je hem hebt en al hebt gespeeld en gebruikt. Dus laat me dat weten onder de video in de comments. En dan zijn we dus nu ook aan het einde van deze video. Vond je dit een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. Wil je in de toekomst meer van mijn video's zien en ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan ook. En dan graag tot een volgende video. Doei doei!